Welkom bij trainen deel 2. De vorige keer hebben we het gehad over de verschillende fases in trainingen. Maar er zijn nog een heleboel andere begrippen en dingen die kunnen voorkomen tijdens het trainen. We hebben over schaduwen en blokkeren. Wat? Nou, je zal zien als je aan het trainen begint. Ik noem het altijd een soort van dans. Het is eigenlijk een soort van freestyle dans. Compleet spontaan. Je vogel doet wat, jij doet wat. En samen heb je de grootste lol. En geef je lekker veel beloningen. Doet de vogel wat jij wil. Maar tijdens dat trainen zul je zien dat je op een gegeven moment bijvoorbeeld een beweging maakt. Stel dat ik een draai wil leren. Dan doe ik misschien als eerste, laat ik een voertje komen, zodat die vogel, oh dat is lekker, dat is een voertje. Lekker. En die volgt hem. En als hij die draai heeft gemaakt, dan pak ik die heb ik natuurlijk al in mijn hand. Dan laat ik die klikker weer horen en krijgt de vogel zijn voertje. Maar dat betekent dat deze beweging dus eigenlijk mijn communicatie is. Dit is de aanwijzing dat hij mag draaien. Maar dat wil ik eigenlijk niet de aanwijzing zijn. Misschien wil ik de aanwijzing zijn het woord draai. Draai. En dat hij dan, hoep, zo gaat draaien. Nou. Dat betekent dat ik eigenlijk twee aanwijzingen heb. Ik doe draai met mijn hand en ik zeg draai. In het begin, in de aanleerfase, kan het zijn dat bijvoorbeeld de handbeweging het woord draai overschaduwt. Dus de handbeweging is voor de papegaai belangrijker. Die pakt hij. Daar luistert hij niet naar. Oh, ze draait. Oké. En dat hele woordje draai, dat negeert hij. Hoezo? Dat betekent dat als je hem op draai wil laten draaien, op het woordje draai, dat je dat weer stap voor stap eerst moet aanleren. Blokkeren is eigenlijk bijna hetzelfde. Dat is alleen niet in de aanleerfase. Dat is bijvoorbeeld in de generalisatiefase of in de handhavingsfase. Als je dan pas een andere aanwijzing geeft, omdat je wil dat hij op die aanwijzing het gaat doen, nou, dan kan het zijn dat je vogel dat gewoon blokkeert. Dan hebben we nog een leuk interessante. En dat is shaping. Maar vaak is het gewoon iets wat de vogel doet wat je denkt, oh, dat is leuk. Nou, misschien gaat hij wel met zijn pootje lekker op zijn kopje krauwen. Misschien vind je dat wel een heel leuk gedrag. Goed zo, als hij dat doet. En hij krijgt een beloning. Is het nou een hands-off vogel? Dan kan je de beloning ook bijvoorbeeld in een lepeltje geven. Hè, zodat je vinger niet geknauwd wordt. Nou, hap. De beest geeft zijn beloning. Maar die denkt, huh? Wat deed ik? Dat idee, dat betekent dat hij verder gaat kijken. Hij gaat misschien nog een keer doen. Misschien was het dit, of misschien was het dat. Ik weet niet. Of misschien nog, snapt hij er nog helemaal niks van. Het zal wel. Tweede keer dat hij het weer een keer doet. Misschien de volgende avond. Misschien een uurtje later. Geen idee. Maar je houdt die klikker bij de hand. En de zak met beloningen bij de hand. Zodra hij het weer doet. Goed zo. En krijgt hij weer zijn voertje. Huh? Als je dit maar vaak genoeg herhaalt. Na 3 keer, 4 keer. Hebben de meeste vogels echt wat. Was het iets met mijn pootje in de hand? In mijn koppie? Oh, wacht even. Nou, dan kan je er een cue bij zetten. En kan je het gedrag, en dat noemen we dan ook wel het gedrag catchen in het Nederlands. Je vangt het gedrag. En je gaat er verder mee trainen. Dat heet shaping. Het is een hands-off. Dat betekent dat het ook heel interessant is voor vogels die bijvoorbeeld niet tam zijn. Van tevoren bedenk je een bepaalde handeling die de vogel moet gaan uitvoeren. Pak het alsjeblieft
in het begin makkelijk. Maak het makkelijk voor jezelf en voor de vogel, zodat de vogel aan het idee shaping wendt. Stel, we pakken IKEA erbij en dit is even de standaard waar IKEA op zit, de trainingsstandaard. Stel, we maken even iets heel makkelijks. Je wil dat je vogel naar rechts loopt. Oké, dus dan zetten we hem aan de linkerkant op de trainingsstandaard. We hebben natuurlijk de klikker erbij en de voertjes bij de hand. Nou, hij zit links. Misschien dat hij meteen al een stap doet naar rechts. Of misschien dat hij alleen eerst nog maar even kijkt naar rechts. Kijken naar rechts. Goed zo. En hij krijgt zijn beloning. Nou, dan wacht je weer. En je wacht je. Je moet echt geduld hebben. Het is een hands-off beloning. Je duwt de vogel niet naar rechts. Hij moet het echt helemaal zelf doen. Totdat hij een keertje een stapje naar rechts doet. Goed zo. En je beloont weer. De hele clue is dat je het kijken nu niet meer beloont, maar alleen nog maar stapjes naar rechts beloont. En nou wil je eigenlijk niet het liefst één klein stapje, maar wil je bijvoorbeeld een groter stapje zien of meerdere stapjes zien. De volgende keer als je je klikker weer gebruikt. Het is dus de vergrotende trap die je de hele tijd beloont. En niet meteen direct dezelfde handeling meteen pakt als bij catching. Want catching, daar doet de vogel eigenlijk al precies wat je wilde. Dat is al het eindresultaat. Dus dat blijf je belonen. Maar nu wil ik eerst dat IKEA naar rechts gaat. Helemaal naar rechts. En dan blijf ik pas belonen. Dus, nou ja, er is iets met rechts. Denkt IKEA. Misschien gaat hij op een gegeven moment ook weer een keertje naar links. Nou, dan doe ik gewoon niks. Ik wacht gewoon. Totdat hij weer de goede kant op gaat. En dan, hutsa, beloon ik weer. Nou, en op een gegeven moment, ja, er is iets met rechts, dus laat ik maar doorlopen. Goed zo. En beloon ik, want hij loopt helemaal door. En dat is dus het ding wat ik echt wil dat hij leert. Dus dan geef ik eigenlijk niet, zoals ik net deed, de kleine beloning. Maar wat voor een grotere pijnboompit. In plaats van een kleintje. Iets wat hij extra lekker vindt. En dat herhalen we. Dat is dat belonen, differentiëren. Dat komt geloof ik nog later. Dat zorgt ervoor dat hij iets extra goed inprent. Want dat willen we. Wat hij onthoudt. Zo kan je dingen shapen. Dit kan je zo ingewikkeld mogelijk maken als je zelf wil. Maar dan moet je wel een vogel hebben die het principe echt al door heeft. Die dus ook gaat zoeken naar het gedrag. Want dat is wat we willen. Op een gegeven moment heeft die vogel door. En dan gaat hij gewoon maar wat doen. Want, we gaan weer shapen. Ja, we gaan weer shapen. Hoe zat het? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wil ze dat ik hierheen ga? Wil ze dat ik dit wil doen? Misschien dit? Misschien moet mijn pootje omhoog? Misschien moet ik even uitschudden? Ja, wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Wat wil ze dat ik doe? Dus dat, die state of mind willen we hebben. Daar komt soms ook frustratie bij kijken. Want als hij het niet doorheeft, ja, wat wil ze nou? Zo'n frustratie zorgt vaak wel voor een explosie weer van nieuw gedrag. Want dan gaat hij op een gegeven moment iets heel anders doen. Van, nou ja, weet je, ik weet het niet. En dan vliegt hij weg. Ja, dat klik. Ja, klik. Dat was precies wat ik wilde. Maar dat weet die vogel niet. Maar dat weet die vogel niet natuurlijk. Dus dat is een beetje de dans, de omgang met elkaar die je probeert te bereiken. Chaining, dat is het aan elkaar koppelen van verschillende trainingen. Als één training bijvoorbeeld uit verschillende onderdelen bestaat, zoals stel dat ik mijn papegaai een muntje wil laten pakken en hem in een spaarpotje wil stoppen. Nou, dan moet één het vogeltje eerst het muntje oppakken, moet ermee naar het spaarpotje toe lopen of vliegen en het muntje in het spaarpotje stoppen. Het zijn drie verschillende handelingen. Met chaining is het zo dat ik elke handeling afzonderlijk eerst train en daarna aan elkaar vastkoppel. Dit kan achterwaarts. Met andere woorden, je begint eerst met de laatste oefening, namelijk het muntje in een spaarpotje stoppen doen. Daarna het van een plek met het muntje vastlopen naar het spaarpotje. En als laatste het muntje oppakken, vinden en oppakken. Omdat het dier dan het
toewerkt naar een oefening die hij al kent. Want je hebt het spaarpotje als eerste gedaan. En zo kan je ermee terug. Maar het kan ook wel gewoon op de normale manier. Eerst het muntje pakt en daarna ermee lopen en daarna naar het spaarpotje. Moet je een beetje kijken wat jij fijn vindt, maar ook vooral wat het dier fijn vindt. Dan hebben we nog drie begrippen. Die lijken een klein beetje op elkaar. Ze zijn misschien wat lastig, maar voor de vorm leg ik het toch eventjes netjes uit. Sociale facilitatie, lokale versterking en imitatieleer. Nou, ze verschillen. Eerst sociale facilitatie. Het is de meest voorkomende manier van imiteren. Het is altijd soorteigen gedrag. En het wordt door soortgenoten voorgedaan. Denk aan papa en mama de jonkies leren vliegen. Heb je nou bijvoorbeeld twee vogels waarmee je aan het vrieflijten bent? En stel dat eentje altijd heel makkelijk naar je toe komt en de ander ja, wat minder. Ze kunnen het alle twee, je kan ze samen loslaten. Maar ja, een die vindt bijvoorbeeld een boom veel leuker, daar lekker in te spelen. Doordat je de ene al naar je toe roept en die een lekker nootje krijgt, kan je dus door sociale facilitatie die andere meekrijgen. Dan hebben we lokale versterking. En dat is eigenlijk niet imiteren. Het gaat hier wederom weer over soorteigen gedrag. Alleen de omgeving en de prikkels en zo zijn allemaal hetzelfde. Dus de uitkomst is hetzelfde. Met andere woorden, je hebt vogel 1, die doet een bepaald gedrag. En dan heb je een andere vogel van dezelfde soort. En die doet precies hetzelfde gedrag in die situatie, in die omgeving, op die plek. Want dat hoort nou eenmaal bij dat soortje. Dan heb je nog imitatie leren. Maar imitatie leren als begrip gebruiken we echt alleen als het niet om soorteigen gedrag gaat. Irene Peppenberg, misschien kennen jullie die wel van Alex de Grijze Roodstaart, die gebruikte dit als een model. Een mens, een leraar en een leerlingmens, zeg maar. Het rivale model. Om nieuw gedrag aan te leren. Dus Alex de Grijze Roodstaart zag het gedrag eerst bij die mensen. En die zag dat die mens voor dat gedrag wat lekkers kreeg. Bijvoorbeeld. Toen dacht hij, hey, dat ga ik ook doen. Nou ja, dat denkt ze natuurlijk niet echt, hè, maar vanuit de mens gedacht. En zo leerde hij imitatie leren. Echt imitatie leren is zeldzaam, omdat het nou eenmaal niet soorteigen gedrag is. Dus als iets ook maar iets met soorteigen gedrag te maken heeft, noemen we het eigenlijk altijd of sociale facilitatie of lokale versterking en niet imitatie leren. Dit is even lekker diep in de theorie, zodat jullie het gewoon goed weten. Dat noemen we SD. SD? Ja, dat is een afkorting. Systematische desensitisatie. Dat is een mondvol. Ja. Het is eigenlijk niet per se een training, hoewel het ook een training is. Maar eigenlijk meer een therapie. Ik geef het alleen wel bij, en ik zet het bij trainen, omdat onze vogels neofobe zijn. Neofoob. Wacht even, Renske, nu ga je misschien iets te snel. Oké, we hebben een vogel. Van nature is een vogel, het is een papegaai, niet alle vogels natuurlijk, is een papegaai een prooidier. Dat betekent dat hij heel snel bang is. Een neofoob betekent eigenlijk bang zijn voor nieuwe dingen. Oké. Dus onze vogels zijn eigenlijk gewoon allemaal in meer of mindere mate een neofoob. Okay. Dat betekent dat wij met onze papegaai regelmatig in aanraking zullen komen. Dat hij ergens bang voor is. Dat hij iets spannend vindt. Misschien is bang nog een groot woord, maar dat hij gewoon denkt, wat is dat? En SD is systematische desensitisatie. Is eigenlijk daar het tegengif voor. Met andere woorden, je gaat kleine stapjes voor stapje, ga je de angst wegnemen.
Stel nou dat je vogel bang is voor misschien maar iets kleins. Een veer. Maar het kan ook de rugtas zijn, de bench, de vuurwerk, een auto die toetert. Name it. Hij is er bang voor. Nou, als ik mijn papegaai, stel dat hij zit niets vermoedend op zijn standaard. En ik hou die veer achter mijn rug en ik zeg, kijk eens wat leuk. Ah! De beest is compleet. Nou, vliegt nog net niet weg, zeg maar. Waarschijnlijk vliegt hij wel weg. Nee, veertjes plat, ogen groot. Oh, ik zal het even aan deze kant doen. Ogen groot. Wat is dit, wat is dit? Rent weg, vliegt weg. Nou, dat is redelijk duidelijk. Dit is angst. Oké, duidelijk. Dat doen we dus niet en dat is dus niet SD. SD is, ik ga eerst aan de andere kant van de kamer staan. Zo ver mogelijk met die veer vandaan. Ik hou hem nu even hier, omdat hij anders van het beeld af is. Zodat mijn vogel er nog niet bang voor is. In dit geval gaat het om het zien. Het kan ook zijn dat het geluid is. Dus dan laat ik het bijvoorbeeld heel zachtjes afspelen. En je begint met dat je vogel er nog niet bang voor is. Dus hij doet gewoon zijn dingetje. Knagen, nootjes, lopen, whatever, speeltje. En vervolgens doe ik een stapje dichterbij. En dan gaan we gewoon eens kijken. Oh, ik vind het eng. Nee, op een gegeven moment gaat hij weer. Misschien even zijn veertjes wiebelen. En gaat hij weer even andere dingen doen. Zodra hij andere dingen doet. Hebben we de klikker weer. Goed zo. En krijgt hij, waar is zijn nootje? Hier, onder de veer. Krijgt hij zijn nootje. Zo ga je dat hele kleine stapjes. Je gaat niet alles in één dag. Gewoon rustig, verschillende. Dit, angst kan echt heel lang duren. Dat kan gewoon maanden duren. Dit is een prima trainingsdoel natuurlijk. Kijk, die veer, dat boeit niet. Maar stel dat je vogel bang is voor lange dingen. En jij komt weer met je bezem aanzetten. Of met je stofzuiger. Of iets met een lange stokpijp ding. En hij schrikt zich de hele tijd roetje. Ja, dan is dit een goede training. Want het verbetert zijn leven echt wel. Food management. Wat? Food management? Ja, maar wacht, we hebben altijd al voor training. Waar wat heeft voedsel dan mee te maken? Behalve dan voor beloningen. Juist, behalve voor beloningen. Stel, wij vinden koekappen een heel leuk spel. Gaan wij dat doen na een viergangen diner? Ons buikje zit dan helemaal vol. Food management is eigenlijk gewoon logisch nadenken. Wanneer voer je je vogel wat op welk moment van de dag? Oké. Dat is een van de redenen waarom we bijvoorbeeld chop in de ochtend geven. En dat gedurende de dag aanbieden. Want dat eten ze wat minder graag. Maar het is wel heel belangrijk voor de vitamintjes. En de zadenmix wat ze heel graag eten. 'S avonds aangeven. Dan hebben ze in ieder geval een volle krop voordat ze gaan slapen. Ze hebben lekker hun zadenmixje. En dat eten ze toch wel. Nou, dat is een gedeelte van food management. Maar daarnaast is het handig om de lekkerste nootjes en zaden. Of iets anders. Als jij een lorry hebt, zijn bijvoorbeeld die fruitkuipjes heel interessant. Die suikerfruitkuipjes die je aan alle andere papegaaien eigenlijk niet wil geven. Omdat daar veel te veel suikers in zitten. Maar voor lorries is dat wel helemaal perfect. Maar voor de meeste andere papegaaien zijn cedernootjes, zonnebloempitjes, pijnboompitjes en de noten prima beloningen. Die doen we dan niet in het voer bij de zademix 's avonds. Maar die houden we achter. Als trainingsbeloning. Of als bijvoorbeeld een beloning dat hij in de speelkooi gaat. Als je naar je werk moet. Hier dus gewoon simpel over nadenken is dus heel belangrijk. Omdat anders je vogel niet wil trainen. Dan heb je gewoon een motivatieprobleem. Weet je, als ik die net mijn zadenmixje waar ik altijd van kan eten. Omdat ik een enorme bak heb staan in mijn kooi. Waar ik alles lekker vol kan vreten. Als dat standaard is. Ja, die zedernoot is wel lekker. Maar
Ja, ik zit eigenlijk al vol. Ja, dan gaat je vogel ook niet heel veel trainen. Terwijl als ik een vogel train en ik geef op een dag bijvoorbeeld 2 keer eten afgemeten naar de behoeften van de vogel van die dag. En ze hebben gewoon trek. Want ik geef ze hun eten bijvoorbeeld na de training. Dus ja, weet je, om 5 uur hebben wij ook wel een beetje trek. Dan denk ik wel, oké, kunnen we wat snacken? Nou, dat is een perfecte tijd om je vogel te trainen. Als hij op die manier zo denkt. Heel simpel schema, die heel veel mensen gewoon aanhouden. 'S Ochtends, chop. Eventueel, als je 's ochtends tijd hebt om te trainen, een training doen. Want dan zijn vogels ook actief in het wild. Daarna de chop. Misschien wat voerigeerspeeltjes, een paar zaadjes of nootjes bewaren voor voerigeerspeeltjes. Daarna kom je thuis van je werk bijvoorbeeld of iets anders. Maar in de namiddag ga je weer even een training doen. En na de training krijgen ze weer een zadenmix. Het is niet moeilijk. Tijdens food management hebben we het al gehad over verschillende beloningen, welke je kan gebruiken enzovoort. Maar in een training verschillende beloningen gebruiken werkt ook heel goed. Dit heet differentiëren. Oké, maar wacht even. Waarom doen we dat? Nou, stel ik heb hier een cedernootje en een walnoot. Maar stel dat de vogel op een gegeven moment het geniaal, het helemaal doorheeft. Oh, dit bedoelt ze. En ze doet het. Ik gebruik natuurlijk direct die klikker. Klik er mee. En geef hem dan. Er hoeft niet meteen een hele walnoot. Maar een stukje walnoot. In plaats van zijn normale cedernootje. Want ik weet dat mijn vogel de walnoot bijvoorbeeld lekkerder vindt dan de cedernoot. Ja, maar Renske, nu ga je weer te snel. Hoe weet ik wat mijn vogel het lekkerst vindt? Dat zul je van tevoren eerst zelf moeten uitvogelen. Door middel van bijvoorbeeld een proeverijtje. Op deze manier leert de vogel wel heel goed wat jij wil. En onthoudt hij het ook beter. Loningendifferentiatie. Heel belangrijk. En dan zijn we bij deze aan het einde gekomen van alle begrippen. En dat zijn er toch wel een hele hoop. Vind je dit nou leuk om dit in de praktijk te brengen? En er nog meer van te leren? De cursus 14 december, socialisatie, gaan we daar nog veel dieper op in. En daarnaast gaan we ook heel praktisch aan de slag. Wat moet je ze dan leren? En hoe pak je dat stap voor stap aan? Dus ik hoop jullie woensdagavond 14 december allemaal te zien.